Ja, echt heel mooi. Net zoals ik dat bewerk. Echt heel mooi. I'm a real life Instagram filter. Period. Veel witter. 1 op de 10 cosmetisch artsen geeft aan dat filtermogelijkheden op social media de belangrijkste inspiratie zijn voor de meeste van hun cliënten tussen de 18 en 35. De stap van een filter op een social post naar een filler in je gezicht wordt dus steeds kleiner. Maar wanneer ben je dan tevreden? Hoi lieverd, daar zijn we weer. Ja, gaat het goed met jou? Ja, dat ziet er goed uit. Dankjewel. We komen weer voor de lipjes, de botox, eigenlijk alles weer even bijwerken. Ja, zo'n APK'tje gewoon even weer langs de keuring even bijwerken. En here you go, helemaal strak gezicht. Dit is de 22-jarige Melle. Het is niet de eerste keer dat hij een botoxbehandeling krijgt. Mensen, let op. Ik heb mijn neus 2 keer laten doen om het perfecte Barbie-neusje te krijgen. Ik heb mijn lippen laten doen, ik laat mijn hoofd laten doen, mijn wenkbrauw laten liften. Ik heb draadjes in mijn hoofd. Ik heb mijn tanden laten doen, die zijn ook niet echt. Misschien ja, bokkelvet remove heb ik ook laten doen. Ik vind het wel meevallen. Ik vind het helemaal niet zo extreem. Hoor je aan lachen? Ik vind het mooier om een strak en glanzend gezicht te hebben als ik 41 ben in plaats van een... Ja, een gezicht wat leeft. Snap je? Ik vind dat niet mooi. Ik hou niet van natuurlijk. Ik hou gewoon van nep. Niet tevreden zijn met je natuurlijke uiterlijk. Dat geldt ook voor de 22-jarige Vlaamse Hanna. Ik vind mijn tanden niet zo mooi. Mijn lippen vind ik ook niet zo heel mooi. Mijn neus vind ik ook niet mooi. De kin is ook iets waar ik heel onzeker over ben. Ik heb heel van die bobbeltjes aan mijn kin. En ook de vorm van mijn kin is niet mooi. Als ik mij zo draai, dan zult je zien dat ik helemaal eigenlijk geen kin heb. Ik ben wel heel veel gepest, omdat ik gewoon heel erg op zoek was naar mezelf. Op mijn 15, 16 jaar woog ik 120 kilo. Dus dat was wel echt veel te zwaar. Ik kwam uit de kast en toch ben je dan wel een mikpunt voor jongeren die dat gek vinden. Toen zat ik op een opleiding media vormgeving. En waar wij dan vroeger een magazine cover moesten editen van, weet ik veel, een bekend iemand. Dan was ik degene die mijn eigen hoofd editte hoe ik dat wou, hoe ik er graag uit wou zien. Ik vond dat heel mooi. En eigenlijk is het zo begonnen, mijn obsessie met hoe ik er graag uit wou zien. Ik wou gewoon de perfecte versie van mezelf zijn en dat was al vanaf jongs af aan. Eigenlijk, social media heeft een hele grote invloed op mij gehad. Al die mooie vrouwen van tv-programma's gelijk Temptation en X on the Beach. Ik gebruik filters. Deze heb ik ook gewoon toevallig ontdekt door andere mensen. Ik zie dat zij deze filters gebruiken en uiteraard vind ik de filters ook gewoon zo mooi, want deze maken mij gewoon mooier. Hanna is niet de enige die er blij van wordt. 55% van de jongeren voelt zich beter over zichzelf door het gebruik van filters. Deze is mijn favoriete. Een mooie huid, mijn ogen die mooier uitkomen door de nepwimpers, volle lippen. Dat is natuurlijk ook gewoon mijn wens. Eerdere filters wil ik wel zeker iets aan mijn gezicht laten veranderen. Ja, ik zou een neuscorrectie willen laten doen. Een wipneusje, om het zo te noemen. Ja, dat is natuurlijk heel erg in de laatste tijd. Natuurlijk hoeft het ook niet te fake zijn, om het zo te zeggen. Van Insta-filters naar fillers dus. Joshua van der A, de cosmetisch arts van Hanna, kent dit fenomeen. Het allerergste is mensen die komen met een foto van bijvoorbeeld een social media of celebrity en van ik wil een kaaklijn zoals haar of lippen zoals haar. Want dat is geen gezonde uitvalsbasis om van te beginnen werken. Want ik ga jou niet gelukkig maken als ik je meer op iemand anders ga doen laten lijken. Dat is helemaal het punt niet. Je moet heel goed beseffen dat alles wat je op Instagram ziet is allemaal nep. En dat is ook een gesprek dat wij heel vaak moeten hebben, hè, vooral met jongere dames dan. Van kijk, hè, ik zie die foto's die hier staan, zijn allemaal heel mooie meisjes, maar Photoshop, professionele belichting, professionele maquillage, Facetune, wat we tegenwoordig ook allemaal hebben, hè, daar moet je allemaal rekening mee houden. Dat is gewoon niet de realiteit. Als ik in de spiegel kijk, dan vind ik mezelf niet mooi. Ik walg van mezelf eigenlijk. Ik heb de diagnose persoonlijkheidsstoornis gekregen op 16-jarige leeftijd. Voor mij houdt dat in dat ik sowieso ik streef naar perfectie. Ik ben vooral niet tevreden over mezelf.
Dat onzekerheid over je uiterlijk tussen je oren zit en cosmetische behandelingen daarom nooit een oplossing hiervoor kunnen zijn, dat gaat cosmetisch arts Van der A te ver. We mogen dat niet zomaar afschrijven dat van, ah, dat is oppervlakkig. Als dat zo diep zit, is dat niet oppervlakkig. En we kunnen dat zo relatief gemakkelijk verhelpen. Het is gemakkelijk om te zeggen dat we daar niet te veel belang aan mogen hechten. Maar op die manier negeer je wel echte, intense gevoelens die mensen hebben. Als je geen kaken hebt, dan moet je er een kopen. Je weet de nazorg, hè? Ja. En gewoon niet aanzetten, toch? Mooi, hè? Ja. Mikado. Ja, heel mooi. Kijk, allemaal dan. Ja, is genoeg, vind ik. Heel mooi. Wow. Mooi. Manon, you did that. Nou, mooi. Alsjeblieft. Dankjewel, lieve. Oh, echt heel blij mee. Ja, echt heel mooi. Net zoals ik het altijd bewerk. Echt heel mooi. I'm a real life Instagram filter. Period. Mijn schoonheidsideaal kwamen van, ik zeg altijd Ken van Barbie. Ja, wat je niet hebt, moet je kopen. Dus dat heb ik gedaan. Ik ben eigenlijk mijn eigen filter, ja. Leuk, die filters. Maar van al die gepimpte beelden kun je flink onzeker worden. 36% van de jongeren is minder tevreden over hun uiterlijk vanwege social media. Ook Hanna wordt er onzeker van. Ik denk, moest dat niet hebben bestaan, dat ik misschien, ja, ik zou wel onzeker zijn, maar minder onzeker. Ja, er is zoveel drang naar perfectie nu, merk ik. Ik heb daar heel veel behoefte aan om toch wel enkele behandelingen te doen, ja. Maar wat vindt hun omgeving? Slaan Hanna en Melle door in hun drang naar perfectie? Was hij bijvoorbeeld net geweest en dan kijkt hij toch weer in de spiegel een week daarna. En dan is het van, oh, ik heb het gevoel dat het alweer weg is. Terwijl ik het nog precies zie, zoals dat het was toen we de kliniek uitliepen, zeg maar. Mijn lippen leken echt op Unox knakworsten. Dat was niet normaal. Als je dat zag, zeg maar, hoe dik dat was, dat Donald Duck was er niks bij. Dus die tijd ben ik voorbij. Dat wou ik ook niet meer. Ik heb nu anderhalf jaar mijn lippen niet gedaan of zo. Maar bij mij moet je dat echt vaak zeggen voordat mijn belletje gaat rinkelen. Maar ik ben wel blij dat ze het doen, hoor. Daar ben ik je echt dankbaar voor. Want anders denk ik dat ze een keer waren ontploft. Ja, maar het is ook uit goede bestwil. Het is wel gewoon, ik snap ook dat je daar op een gegeven moment een beetje het zicht op verliest. Ja. En hoe was het? Ja, veel mee. Dan heb je alles straks weer strak, hè? Ja. Kimberly, is Hanna vaak met haar uiterlijk bezig? Heel vaak. Vooral vaak nadenken over wat ze kan veranderen. Spiegelt haar dan aan ja, bekende mensen dat van alles hebben laten doen. En wat vind je er dan van dat ze dan nu haar lippen laat doen en haar kin? Ik vind het niet nodig, maar als ze haar daardoor alleen beter voelt. Ik vind dat ook wel erg voor haar dat ze er zo voelt. Het zou voor Hanna goed zijn als ze zichzelf eerst zou accepteren. En ik denk dat dat dan wel veel verschil zou uitmaken. Ik blijf wel mijn standpunt van, ja, nee, ik ben niet mooi. Daar kunnen we een foto maken, dat is leuk. Oeh, ja. Een voorwaardige kerstboom. Let's do it. Hoe moet ik staan? Oh, hallo. Nou, doe eens wat. Meneer de influencer. Die zon. Even niet zeuren, dit is voor de gram. En hoeveel tijd besteed je dan aan je Instagram? 2-3 keer in de week dat we wel echt foto's gaan maken. En krijg je dan ook vaak een berichtje van hey, ik wil op jou lijken, Melle? Nou, ik heb dat wel een paar keer gehad, maar dan stuur ik echt gewoon terug, wees gewoon een mooie versie van jezelf en je hoeft niet op iemand te lijken. Soms schrik ik daar wel van hoor. En vooral zijn het dan echt wat jongeren die dan zeggen van oh, ik wil dat ook, ik wil precies hetzelfde qua lippen als jou of qua tanden. En dat, ja, dan merk je wel dat je toch op social media een soort van voorbeeldfunctie hebt, maar ik wil die gewoon niet. Ik zeg ook altijd, ik ben geen voorbeeldfunctie. Het heeft wel een vibe, ja. Social media is voor mij wel iets heel verslavend. Ik zie heel veel nieuwe dingen waarvan ik zelfs nooit op het idee ben gekomen
om deze behandelingen te doen, bijvoorbeeld gelijk mijn neusafsluiter, daar heb ik nog nooit eerder aan gedacht. Ik zou het inderdaad niet hebben gedaan, nee. Ik zou niks aan me hebben laten veranderen, gewoon puur omdat ik niet zou weten dat het bestaat. Ja, ik zou het niet geweten hebben dat het mogelijk was. Inderdaad wel een verschil, ja. Veel beter. Ja. Blij? Ja, ik ben benieuwd. Het positieve van sociale media is dat we dat kunnen gebruiken als een platform. Je kent een platform voor empowerment en voor body positivity. Dan heb je ook de andere kant van bewerkte foto's, fotomodellen, alles gefilterd, alles dit, alles nep. Dus mensen denken dat dat een soort nieuw normaal is en dat is niet waar. Bewerkte foto's op social media, waardoor je ontevreden wordt over je uiterlijk en kiest voor een cosmetische behandeling. Maar of je daar uiteindelijk echt gelukkig van wordt? Mijn lippen hebben me wel gelukkiger gemaakt, maar het is een heel kleine ingreep geweest, om het zo te zeggen. Je ziet het ook totaal niet fel aan mij. Dus er zijn nog wel enkele behandelingen nodig, om het zo te zeggen. Het is geen verandering gemaakt aan mijn zelfbeeld, maar ik hoop dat dat naar de toekomst toe wel gaat komen. Innerlijk en hoe ik me voel en ben ik 100% tevreden. Maar qua uiterlijk denk ik dat je altijd wel weer wat hebt. Ik zeg altijd, ik ben mijn eigen bouwpakket. Dus als ik weer een Lego blokje erop kan zetten, dan doe ik dat. Maar ik geloof niet dat je van plastic chirurgie je psychisch beter voelt. En dat je denkt, nou kan ik heel de wereld aan. Echt niet. Nee? Het zit echt tussen je oren, 100%. Want je hoort toch ook altijd, ze gaan steeds verder. Je went aan je lichaam. Je ziet je lichaam en denk je, oh ja, kan nog wel weer wat meer. Is dat bij jou ook het geval? Ja. Tuurlijk. Ja, nee, ik zeg altijd, een prik botox is voor mij net zo makkelijk als een pak melk halen. Dus de stap wordt steeds makkelijker.